In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag gaan we een klein uitstapje maken naar het Oude Testament, wat we wel vaker doen. Maar we gaan het vandaag specifiek hebben over een vers die heel duidelijk is eigenlijk. Duidelijk, kort, krachtig. Ik hou daarvan en ik hoop dat jullie daar ook van houden. We gaan naar een van de kleine profeten, de profeet Micha. En we gaan naar hoofdstuk 6, vers 8. Dus Micha 6, 8. En daar staat, dat is een wat langere vers, maar we gaan focussen op een klein deel ervan. Er staat, hij heeft u, en dan heeft hij het over God, dus God heeft u, de mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan om recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God? Dus wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God? En ik wil het eigenlijk hebben over die drie kleine dingetjes die hier genoemd worden door de profeet Micha. Want het zijn best wel moeilijke woorden. Hè? Dit zijn geen woorden die we in ons dagelijks leven gebruiken. Of ik in ieder geval niet. Ik zeg niet elke dag ootmoedig of goedertieren. Dat doe ik niet. Ik denk dat jij dat ook niet doet. Dus ik ga hem even uitleggen. Want eigenlijk zegt de profeet Micha hier aan het volk van God vraagt jullie best wel simpele dingen. Hij vraagt jullie recht te doen, dus rechtvaardig te zijn, eerlijk te zijn eigenlijk. Dus allereerst is het belangrijk om eerlijk te zijn, het goede te doen. Goedertierenheid lief te hebben. Goedertierenheid betekent eigenlijk genade of niet zo streng te zijn, vergevingsgezind. Dat je andere mensen dingen makkelijk vergeet voor ze als ze je een keer pijn hebben gedaan of nare dingen hebben gedaan die je niet helemaal lekker vond of fijn vond. En de derde is ootmoedig te wandelen met uw God. Ootmoedigheid betekent nederig. Nederig of bescheiden. Dus dat je nederig en bescheiden je opstelt en met God wandelt. Dus eigenlijk vraagt God hier aan ons drie best wel kleine dingen of klein lijkende dingen die moeilijker zijn om te doen dan dat het lijkt. Want rechtvaardig zijn is soms moeilijker om die keuze te maken dan dat je zou willen, dan dat het was. Want je weet wel wat je zou moeten doen, maar soms is het toch makkelijker om het verkeerde te doen. Vervolgens zegt hij dus, hè, wees goedertieren, dus wees genadig, laat dingen gaan. Dat is soms ook moeilijk. Als jij heel erg gekwetst bent, als men jou pijn heeft gedaan, dat kan moeilijk zijn. En het derde is dat je nederig blijft wandelen met God. Dus dat betekent dat je zeg maar God boven alles stelt. Dat alle gaven die jij hebt gekregen, alle talenten die jij hebt gekregen, dat je daar niet zelf de credits voor pakt, maar God daar de credits voor geeft. En dat is soms ook moeilijk. Dat we zeggen van, goh, het is niet van mij. Al deze mooie dingen, die zijn niet van mij. Die heb ik gewoon gekregen, helemaal gratis en voor niks. Dus het is belangrijk dat we daarin God voorop stellen. En dan zegt hij eigenlijk nog in één klein woordje, zegt hij dat je moet wandelen met je God. Hè? Dus dat je nederig wandelt met God. Dus dat je moet werken met God. Dus dat God jou iets geeft te doen, dat je het ook doet. Dus dat je niet stil blijft staan. Hij zegt niet, wees nederig met God en klaar. Hij zegt, nee, wandel nederig met God. Wandel ootmoedig met God. Dus blijf werken. Dus het is een vers met actie. Het is een vers met drie dingen die best wel simpel zijn, best wel simpel lijken zoals we net zeiden, maar die wel een klein beetje aandacht van jou nodig hebben. Dus, wat vraagt de Heer van jou om te doen? Wees rechtvaardig, recht te doen. Goedertierenheid lief te hebben, dus wees genadig. En ootmoedig, nederig en bescheiden te wandelen met God. Ik hoop je weer te zien bij een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven.